Dus we gaan een foto maken van hetzelfde wat je nu ziet. Wel leuk omdat dat. Ja, het heeft wel nog zo hier, omdat dat ook ooit de slees, die ik ooit heb gekregen van mijn opa. Zoveel jaar geleden. En daarmee is dat eigenlijk wel nostalgie. Om die te gebruiken om een foto te maken. Ik weet niet wat in het park genoeg ligt om zoveel dingen te glijden. Dus dat ga ik nu niet proberen. Maar ik neem jullie wel mee. Ja, maar daar. Het is, heel lang geleden dat wij nog een foto en ook ja, kunnen wandelen hebben in de sneeuw. Vorige keer lag er ook wel een laagje sneeuw, maar niet om te zeggen zoveel. Dus voor het één is dat natuurlijk leuk voor de auto's en de mensen die recht door moeten. Is er natuurlijk minder, maar voor mij is sneeuw altijd een heel groot feest. Zien, ik heb zelf opgestaan. Direct toe. Dus ja, ik vind het wel iets hebben. En ik vind ook, ja, dan moeten we vloggen, want we weten ook hoe en hoe lang het leed soms is voor sneeuw. Dus het is blijkbaar ook over het hand. Mijn vrienden hebben allemaal sneeuw. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Nooit gedacht. Op zo'n plaats is het wel wat papperig, maar dat je kunt zien, het ligt eigenlijk wel heel goed op de voetpaden. Dus daar is zeker geen gebrek aan sneeuw. Dus dat is wel goed. Het is geslaagd. Ik heb mijn botje speciaal aangedaan, want ja, met andere voeten, u voet helemaal nat, dat is niet zo leuk. Ik denk dat er heel veel mensen zich afvragen, heb je dan geen kou op de voeten? Nee, ik heb daar dikke sokken in gedaan. Speciaal, dus ja. Dus, wel cool. Echt zo'n hele open wereld en er hangt heel veel sneeuw in de lucht, dus er gaat nog wel wat vallen. Ik weet ook goed van gisteren, als ik naar Karuit keek, dat ze zeiden, het gaat snel te de sneeuw zijn. En kijk nu mensen, de lengte hangt echt in de lucht, de bloemetjes zonder eraf. En nu zien we eigenlijk alleen nog maar dit beeld. Dat is wel mooi. Dit is ons klein parkje. Het is hier een beetje glad. Dus ik moet wel een beetje uitkijken of ik hang hier plaats. Dus wat je niet wil hangen. Wow zeg. Nog een vogeltje. Prachtig toch. Die omgeving hier. Ik had er ook heel veel vogels verrast zijn. Dus. Vorige week nog op een korte broek. Nu dit. Dat maakt de mens instant gelukkig. Hier lopen we dan in het stadspark. Kijk hoe mooi het hier uitziet. Echt heel mooi. Tafereeltje. Dus prachtig, prachtig, prachtig. Het is echt wel heel mooi. Dus, hier lopen we dan. Daar hebben ze de sneeuw een beetje weggedaan, denk ik.
Of is de sneeuw dan niet gevallen, dat weet ik niet, maar dat is op zo'n plaats raar. Er is hier zo eentje in de sneeuw. Ja, die zijn ook allemaal verrast. En daar heb je de speeltuin. Zo. Schoon de beeldjes. We zijn nu in het... Dat zijn zo van die grote eenden. Die je hier ziet. Zie ik niet zo heel vaak. Ik zie nog dat ik jullie hier gewoon kan bijzetten. Zonder dat jullie vallen. Kijk eens, hij plakt wel goed. De sneeuw. Dat moet ik wel zeggen. Dat is hoe dat de sneeuwbal eigenlijk is. Ik denk al goed. Bye bye, tante. En voilà. Dus, welkom. Dat hebben we gedaan. De omgeving eruit ziet, is echt prachtig. Ja, dat kan, dat is ook wel heel mooi. Dus, ja. Kijk, dit is het uitzicht. Prachtig, prachtig, prachtig. De kiosk. Nu moet je gewoon zo. Dus, en niet te lang, want anders word ik ziek. Dus wie dat sneeuwbal wil maken, dat je plakt, zo goed als iets. Voilà. Kijk, dit is echt mooi en ook hoe dat zo gek is eigenlijk. Zo'n sierpaadje dat er echt sneeuw ligt en daar waar we vroeger als kind afgingen, daar ligt nu geen sneeuw. Dus dat is echt gek om te zeggen eigenlijk dat daar nu geen sneeuw ligt. Dus die mensen zijn heel gelukkig dat er sneeuwt. Kijk hoe dat wij zijn. Die maken daar TikTokjes van. Sommige mensen voor de eerste keer sneeuw. En sommige mensen niet natuurlijk gaan. Ik weet dat vanmorgen de sneeuw over de lach. Ik ga eens kijken wat er in de garage nog altijd zo sneeuw ligt. Het is echt een keer. Wow, het is gewoon zo chill. De sneeuw is echt gesmolten. Kijk, het is echt anders. Wauw, niet normaal. Kijk, dat is toch gek eigenlijk? Nee, want we zijn vanmorgen speciaal gegaan, gelukkig maar, want anders hadden we er helemaal niks meer van gemerkt. En, hier heeft er nog wel wat sneeuw, dat wel, en hier ook nog. We gaan eens zien of we nog een sneeuwman kunnen maken. Oké, hij is misschien niet groot, maar het is toch een sneeuwman. Zo schoon eigenlijk, hè. Ja. Natuurlijk, het smelt wel, want het is echt bezig aan het smelten. Dus, dit is hem.